De wereld is niet rond. Dat klopt. En net als met gamen natuurlijk. Ik ben wel benieuwd. Want er zijn nu 2000 mensen die zijn blijkbaar aan het kijken naar ons. Ja, vinden mensen het nog leuk? Vinden mensen het gamen ook belangrijk? Wat, hoe zien zij de invulling van hun leven? Vinden mensen het ook leuk? Bing, bing, bing. Met die L van Minerva metafoor, die ik zelf ook heb gebruikt 2 jaar geleden in een speech een keer. Hij zegt, de L van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Dat is een citaat van Hegel. Dus wat betekenis is, en dat geldt ook voor architectuur, waarom iets nou mooi is. Waarom is dat nou zo voor mensen? Daar komen we eigenlijk helemaal niet echt bij. Eigenlijk kunnen we dat niet echt verklaren. We kunnen het alleen een beetje beschrijven. En dat gaan ze dromen in dromen. En dat gaan ze doen uiteindelijk om een bedrijfsidee of om een concurrent eigenlijk uit te schakelen, te laten stoppen met zijn bedrijf. Gamers zijn over het algemeen hele slimme mensen. Hoe kom jij nou dat je steeds zoveel levens hebt? Ja, ik ben gewoon goed. Wat kan dit nou? Je lijkt alleen maar meer levens te krijgen. Ja. Tweedimensionale wandeling naar de dood. Vandaar ook die tekeningen, die hiërogliefen waar je altijd die Egyptenaren zo ziet lopen. Zo allemaal richting de dood. De alomtegenwoordigheid van de magie, dus ook het Inshallah-idee. Als God het wil. De onzekerheid ook van die brandende zon, van de woestijn. Van een soort een magisch levensgevoel. Als je dus die boommetafoor hebt, vanaf de schors naar die bladeren toe. Maar dat die bladeren, zoals in de herfst, zeg maar, een beetje aan hun lot overgeleverd, langzaam naar beneden vallen. En dat is dan het leven. Dus, ik weet het niet, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Wat ben je aan het doen? Dat jij benzine op is. Ah. Het is niet echt een heel leuk spel, hè? Dan gaan ze in zijn droom om dan een idee in zijn hoofd te planten dat hij moet stoppen met zijn bedrijf. Ja. Zoiets was het. Nee, weet niet meer precies. Maar om dat te doen, dat is dan de centrale plot, is dat ze zo diep mogelijk moeten komen. 4 lagen diep of zo. Want als ze daarin planten, dan komt het pas echt in het diepste van zijn geest. En aan het einde van de droom, ze verliezen allemaal mensen onderweg en zo. En aan het einde van de droom, dan denkt hij dat hij wakker is. Maar dan is de vraag of hij dus uiteindelijk niet nog in een droom zit. Want de hoofdpersoon is zijn vrouw verloren, want die was ervan, dat deden zij samen. En die was ervan overtuigd dat zij in een droomwereld leefde. En dus zij heeft toen zelfmoord gepleegd. Want de enige manier om uit die droom te komen was om dood te gaan. Oké, maar het is niet echt dat het nou een hele mooie film is, hè, zo te horen. Het is meer een idee. Het is een idee, ja, maar dat maakt het juist zo interessant. Aha. Het is meer een concept. En het gaat ook over ideeën. Wat is een idee en hoe vat het? Hoe... Erik wordt vandaag 18 jaar. Oh ja. Gefeliciteerd, Erik. Hartstikke leuk dat je kijkt. Een mooie leeftijd. Ja, maar zijn filosofie is ook gewoon een antifilosofie. Ja. Een antifilosofie heeft tot effect meestal dat je door je eigen negativiteit wordt ingehaald. Ja. Nou. Ja. Jongens en meisjes. Ik ga maar eens eventjes aan de nachtrust beginnen. Morgen om 11 uur zijn we in Arnhem. Met een grote manifestatie weer. Met Optimus, onze Transformer. Ja, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dit vind ik wel een leuk spel. Ja, nou. Dit ook wel veel gespeeld. We moeten nog één keertje. Je kan nog winnen. Kijk. Domme. Het is toch niet een heel moeilijk concept. Die bom die kan alleen om het hoekje. Kijk, jij kent alle wijnen in de wereld, maar ik snap bommen, man. Ah, kut. Niet zo moeilijk dit.